Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Legend Arceus Quest Battle met Sander van Gaming SB. Vorige aflevering heb ik de final FO gezien van Spirigatito, of hoe heet het beest? Spirigatito, ja zo heette die, nice. Ja? Ja. Dus, ik ben benieuwd of Milan dit in editing door gaat hebben. Dat weet ik niet. Nee, maar is het echt compleet langs je heen gegaan. Maar dat geeft niet hoor, ik hou nog steeds net zoveel van je. Hoezo, wat gebeurt er? Zie je nog wel. Oh goring. Hey, waarom laten deze bitch maar niet meer rust? Wat is dit? Ik ben wel blij dat je voor mij gekeken hebt, oprecht. Ja. Over de Sprigatito. Ja, die. Over die evolutie. Niet te verwarren met Oreos. Of met Raimundo. Ja, ook niet. Inderdaad. Maar goed, dit is echt de lelijkste Final Evo die in tijden. Ja, ik ben nu echt gewoon helemaal niet zeker van welke starter ik ga kiezen. Gewoon helemaal niet. Stijl. Hoe kun je ook weer... Oh, X-move. Ja, als moet je gewoon elke keer achter die E-pomps aanlopen? Ja, ik ben zo aan het vechten. Je moet net zo lang tot ze tegen ze aanlopen totdat je moet vechten. Zeg. Hoe ben ik sneller? Wat happened dat ik ineens tegen ze vecht terwijl jij ze echt 5 uur geleden tegenkwam of zo? Omdat ik gewoon door ben gelopen. Oh, ja, nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, ik heb eerst die quest gedaan. What the frick, ik ga dood? Ja. Echt, jongen, kan je vanavond lopen in dat rad? Ik word helemaal gek. Nee. Ja, dat blijft. Eigenlijk zou ik ook moeten wandelen, man. Doe het. Dan krijg ik nog een keer lichaamsbeweging en shit. Wat is dat? Kan je dat eten? Nee, daarom doe ik het ook niet. als ik het kon eten, dan had ik het wel gedaan. Dan was het geen probleem geweest. Precising. Zeker precising. Ik heb laatst wel een rondje gewandeld. Toen moest ik wachten op de trein. Toen dacht ik, ja fuck, dan moet ik een half uur wachten. Ik ging vandaag Pokémon Going spelen, maar ik heb een of andere bug erin zitten dat hij bij mij geen kilometer stelt, dus ik ben fucking boos. Je hebt gewandeld voor niks, voor je gevoel? Nou, ja, voor mijn gevoel wel, want dat waren gewoon 5 eitjes geweest die anders waren gehatched en nu helemaal niks. Oh, dat neemt hij dan ook niet mee, meteen? Nope. Oh, dat is lame. Dat is zeker lame. Waarom zijn deze Apons zo hoog level? Nee. Level 30 ging. Yo, hoe weet je dat? Kijk je op mijn scherm mee of zo? Wat ja, ik gebruik een scooter. Mag wel hoor. Jij mag dat. Dat is fijn. Dat ik dat mag. Alleen cuties mogen op mijn scherm meekijken, dus dat scheelt. En dan ben ik. Ja, dat was toch wel duidelijk dat ik dat bedoelde. Dat weet ik. Wat? Ik wou het nog wel eventjes herhalen. Nee, oké. Okay. Ja, nou. Dat zo of hoe ze het in het Engels zeggen. Herhaling. Wil je Engels leenwoord? Jij bent zo... Zo slim. Hoe doe je het? Nee, maar serieus, hoe doe je het? Nou, daar heb ik wel een antwoord op, maar dat wil je niet horen. Jawel. Mag spoelen. En hoezo wil ik dat niet horen? Ik ben helemaal blij nu ik dit hoor. Flikker nou eens op met je magische poeder. Nee, ik ben hartstikke blij nu ik dit heb gehoord. Dat is fijn. Daar ging het me om. Ik heb die E-bombs net verslagen. Hoezo krijg ik nu een dikke cutscene van een uur? Hoe hebben ze nog zoveel energie nadat ze fucking knock-out zijn? What the frick? Echt hoor. Ik vind dat crazy, Ing. Keep an out. Eye out for E-bombing. Ik heb dus nu... Al mijn Pokémon zijn dus nu dood. Eigenlijk wil ik dus nu die main quest doen. Maar eigenlijk wil ik dus met al mijn Pokémon doen. Maar eigenlijk wil ik dan dus ook niet teruglopen. Dus eigenlijk heb je pech. Dat is waar het op neerkomt.
Ja, hoe dan ook, het is kut. Net als die scene. Kut, het leven is kut. Zo kut, zo kut. Zo kut. Dat is van dat liedje. Ja, dat is van dat liedje. Vreselijk kut. Ja, precies. Dus, kijk, Milan kent het liedje en daarom ben ik zo trots op hem. Samson en Gert zijn er niks bij. Mooi, Gertje, Gertje. Er wordt dus weer eens op de deur geklopt, zo. Wauw. Ah, kom aan, kom aan. Zegt Gert dan. En dan Allee, jong. Allee, ça va. Valt me bij de Belgische mol altijd op. Dat ze zegt altijd, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Echt de hele tijd. En houdt niet op, niet vanzelf. Rond. Ja, verder weet ik het nummertje niet. Maar je weet welke ik bedoel. Ik weet zeker welke jij bedoelt. Ik ben zo slim. Ik ben zo trots op je. Heb ik dat al gezegd? Volgens mij wel. Nee, zeg nog eens. Oh. Volgens mij was ik trots op je. Oh, denk nou, ben ik nog steeds trouwens. Boy, ik weet niet waarom ik was. Ben je nog steeds in? Was, dat kun je in de machine doen. Weet je wat je dan krijgt? Een wasmachine. Wasmachine. Precies. Wow, we zijn allebei zo'n slimpie, Sander. We zijn wel alle twee zo'n slimpie. Het heeft een aantal afleveringen geduurd, maar volgens mij is die Smarty Pants gewoon vanzelf aangegaan, joh. Ik ben wel weer slim aan het worden. Zonder magische poeder is die aangegaan. I don't have place in your set, joh. Hey, dat probleem heb ik ook. Ik had nog meer moeten kopen. Zijn we soling? Want het probleem heb ik ook, King. Ook, King. Oh, dat is die guy in Kanto. Professor. Die professor, ja. Die. Zo mooi, zo mooi. Zo ik heb een crush op professor ook. Nee? Oké. Okay. Dat is het beste. De enige blijkbaar. De moeder van Ashley ook. Nou ja, dat mag gewoon. Mag gewoon hoor, moeder van Ash. Ik snap je niet eigenlijk, want ik val uit. Want jij had ook een crush. Dat was zo'n grabje, zo'n joker. Ja. Is joker dood? Ja, joker is wel dood volgens mij. Vind ik wel zielig voor haar. Ik niet. Weet je wie ook dood is? Mijn wil om te leven. Oh! Dat snap ik wel. Hoezo? Ik neem het jou op, dus ik snap niet dat je dat snapt. Ja, dit is last resort. Om je te helpen. Ah, dat is lief. Wat? Kom dat nou weer zo kastisch uit? Nee. Ik moet lachen van... van... Ik zeg helemaal dat het allemaal last resort is. En dan zeg ik, ah, dat is lief. Ja, nee. Ja, dat vind ik best lief. Je wil me tenminste nog helpen. De meesten hebben de hoop al opgegeven. Kan ik me ook wel weer eens bevinden. Nee. Dat is dan weer minder lief, eerlijk gezegd. Voor is dat mijn niet hoe lief werkt? Voor mijn gevoel niet, maar misschien snap ik gewoon niet hoe lief werkt, hè. Dat kan ook nog. Ja, dat zou inderdaad goed kunnen. Silver Wind, hoezo mogen we 5 keer achter elkaar? You don't be liking Silver Wind? Nou, jawel, maar hun mogen 5 keer achter elkaar en ik 0 keer. Had je liever Goldwind gewild? Dan stond ze wel op de eerste plaats. Deze Beautyfly. Oh, did you just assume gender? Ja, het staat erbij. Ze zegt het zelf tegen mij. Van, yo, ik ben een vrouwtje, dat zie je. Ja, dus dat mag. Even rustig, Sander. Niet boos worden. Ik ben niet boos. Nou, volgens mij ben ik ooit nog kind of boos geweest. Though. Volgens mij ben ik nog nooit boos geweest in mijn hele leven. Wat lach je? Is er wat te lachen of zo? Oh ja, Merkel is... Oh blijf. Ja, daar had ik even niet over nagedacht. Weet je dat Merkel dus niet zo goed is tegen Beautyfly? Want het is ook zo'n darking typing. Ondanks de flying typing. En dan doet hij zo van... Ark, boom! En dan... Kabooming! Kaboom! En dan doe ik zo van... De kabooming! What the freaking! What the freaking! What the freaking! Jezus, hoe moeilijk is het om een pokebal tegen een papegaai aan te gooien? Jezus! Wow, hoezo heb jij al zo'n papegaai gevonden? Omdat ik zo'n snelly ben, dat is niet waar. Ik ben gewoon door aan het lopen. Ik denk dat ik nu haast wel moet. Dief dan lekker een end op.
Dat was niet tegen jou, Sander. Vind ik lief. Ik ben echt... echt 3 meter verwijderd van dat dingetje. Maar ik moet terug. Als ik nu niet terug ga... ik gek worden. Ik heb 2 appjes. Wat is er hoezo aan de hand met Pokémon? Echt hoor. Oh, wat? Ja. Sommige mensen verbazen me zo erg. Sander, wil je überhaupt niks wat op 2 poten staat? Als starter? Nou, vooral niet de katten. Want ik vind dat gewoon een beetje zonde. Want ik denk dat je dus iets heel vets kan maken op 4 poten. Maar dat komt steeds maar niet. En dat vind ik een beetje jammer. Dus het is niet zozeer dat ik een hekel heb aan 2 poten gewoon. Maar... het is gewoon met katten. Dat doen ze altijd. En dat vind ik jammer. Ja, behalve Persian dan. En Perugly. Maar elke... ja, Persian is wel mooi. Maar ook wel een beetje basic. Mm-hmm. En ik vind Persian leuk omdat het een kat is. Maar als het geen kat was, dan was het eigenlijk best wel een lame Pokémon. Ga ik eerlijk over zijn. Ik ben biased omdat het een kat is. Maar... ja. En Delcatty... nee. Beter dan Skitty, denk ik. Nee, Skitty is wel beter trouwens. Wat lul ik. Glammeow is ook beter dan Perugly. Dus ze verneuken altijd kap-Pokémon. Behalve Berserker. Maar dat is ook 2-potig trouwens. En dat is ook weer verder weg van een kat. Vind ik dan weer. Top. Yep. Dus ja, ik vind gewoon... ze... ja, ze verneuken kat-evolutions gewoon heel vaak. Ja, dat vind ik jammer. Daar is niks aan gelogen. En daarom had ik gewoon gehoopt op een keer een coole kat Pokémon die niet op 2 poten stond. En die gewoon echt een kat is. Of desnoods een tijger, weet je. Vind ik ook niet erg. Mm-hmm. Ik weet maar... wel welke starter ik ga pakken in ieder geval. Maar dat ga ik niet zeggen. Ik wil namelijk nu gewoon... verder, ik heb nu gedaan wat mijn plicht is. En verder wil ik je daar niks meer zeggen voor je. Ja, top. Vind je het zelf niet vervelend om die leaks te zien? Of vind je het... nee joh. Ik vind het alleen maar excitement. Het is gewoon alvast excitement. Oké. Okay. Nou ja, als het allemaal kut Pokémon zijn. Hè? So you know... now you know then... I mean that's the purpose of... Oké. Dat blijkbaar moest je de tweede keus kiezen, what the frick. Ik zat de hele tijd A te spammen. Oh ja, dat had ik ook. Dat had ik ook. Ik denk, gebeurde er niks. Waarom heb ik het gevoel alsof ik de hele tijd dezelfde cutscene had? Nou, zal ik je eens wat vertellen. Zo. Spoiler alert, het was dezelfde cutscene. Letterlijk. What the frick. Ja. What the freaking. Zeker, what the freaking. Krijgen we best Q-leader hier ook in het landje? Yup. Seeking. Een legio aan Bascu's. Oh, cool. So be babu ba beste mooi. De wereld is mooi. Ik weet wat jouw lievelingsprogramma was vroeger, hè? Ja? Ja, ik kan het zo raden. Nou, wat is het? Wissy en Woppie. Oh, dat zijn dat niet die geflipte? Nee, dat was die beer. Waren fucking eng. Vulling pixels? Vol pixels heb ik hier. Gevangen ook nog. Lekker baby, ik heb vol pixels gevangen. Full HD. Ik ben even kwijt wat ik nou over heb. Vul pix. Oh. Vul pixel. Noem ik hem ook wel eens. En daarom zeg ik HD Pokémon. Vulpix is alleen cool als hij ijzig is. Echt? Nee, ik loog. Maar hij is wel, ik vind hem wel veel vetter als hij ijzig is. Dat ben ik met je eens. Dat is fijn. Dat vind ik wel blij. Kan ik weer slapen? Ja? Ja. Yes. Ik ben blij dat jij kan slapen. Wissie, nu ik nog.
Maar die, die bruine beer en die maan, weet je dat nog? Dat was ook wel een beetje. Ja, dat heb ik nooit gezien. Nee. Echt niet? Nee, dat is net iets na mijn echte jeugd gebeuren, zeg maar. Strong Style Hex, eventjes hoor, dan tussendoor. Maar herken je Wissie en Wolpie nog? Ja, ja, ja. Ik kan... Is dat niet zo'n soort straat met allemaal van die winkels, zeg maar? Of was dat iets anders? Dat is Sesamstraat. Nee, 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 dat is niet... Space Time Distortion. Oeh, hier zou ik zo'n linkdraad kunnen vinden. Maar mijn satchel... Ik ga heel snel naar de camp. Hij is voor... Het kan op zich nog wel. Jawel, dat duurt dat even voordat... Ja, daarom. Oké, ik ga mijn hele satchel legen. Maar even terugkomen op Wissie en Woppie. Sorry, ja. Dat was zo'n kooi waar dan van die hele enge muizen in zaten. Een papegaai of zo. En een schildpad. Hele enge pakken ja, hadden die aan. Ik weet nu wat je bedoelt. Ja. Ik weet niet wat die van... Ja, misschien was dat wel... Je had ook iets. Er was een soort winkelstraatachtig iets. Niet helemaal, maar... Wat was daar te doen in die winkelstraat? Ja, volgens mij was het dus altijd... Het zag eruit als een winkelstraat. En dan gingen ze altijd inzoomen op één winkeltje. En dat zou dan wel de dierenwinkel kunnen zijn waar die beesten oh, ja, dus zitten. Oh ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ik denk ja. dat het is. Want ja. Dat is het eerste waar ik aan dacht bij Wissie en Woppie. Ja, nee, je hebt gelijk, Sander. Yes. Nou, niet dat ik per se... Zo vind ik net alsof ik per se gelijk wil hebben. Dat is niet hoor, maar meer ja, gewoon dat gewoon ik denk... Het is fijn om te weten dat je gelijk hebt. Yes, oké. Okay. Mijn brein laat me niet in de steek. Wat fijn. Dat gevoel. Heb je dat gevoel wel eens? Nee, dat gevoel heb ik helaas nooit. Ja, of gunstig, want dan heb je dus zoveel zelfverzekerdheid dat je denkt van... Tuurlijk laat mijn brein me niet in de steek. Dat zou heel gek zijn als dat gebeurt. Kan je dat eten, zelfverzekerdheid? Weet ik niet. Ik heb het niet, hè. Hé, hey, nu doe je net alsof ik het heb. Maar ik heb het niet. Ik heb er wel eens van gehoord dat andere mensen het hebben gehad. Maar... Ze zeggen nooit dat ze het op hebben of zo. Ze zeggen nooit, oh, ik heb zo net wat zelfverzekerdheid op. Dus ik denk niet dat het eten is. Maar ze zeggen soms wel van, ik heb het niet meer, die zelfverzekerdheid. Dus, in dat opzicht zou het dan wel dan weer kunnen. Dan kunnen we toch lekker ouwe hoeren, hè? Ja, upgrade. Als ik zo'n Porygon vind, een Duskstone. Is dat niet hoe je zo'n Murkrow Lype ding... Doet? Oh, dat was... Als je... Of wat? Ja. Evolven. Ja. Dan wordt het zo'n Hornscrow. Dan wordt hij zo'n grote vogel met zijn hoed op. Ik denk dat Nando echt trots op me is. Dat ik zo'n Murkrow in mijn team heb. Dat denk dan ga ik ook. Hem evolven. Ik weet niet of Nando van Murkrow houdt eigenlijk. Van Hornscrow? Jawel, joh. Ja, dat kan je wel waarderen volgens mij. Ik denk dat hij wel snapt dat jij wel een Hornscrow nodig hebt als je hem wil gebruiken in je team. Oh, Magnezone. Die ik denk wel dat hij zo'n slimpie is. Nou, dat weet ik wel zeker. Hij gaat ook naar jou toe, dus. Komend weekend. Nee, niet komend weekend. Dat weekend was ook maar komend weekend. Nou ja, volgende week donderdag in. Op zich is dat ook niet zo heel gek, zeg maar. Maar hoe nice snap je het, wat ik bedoel? Heel gek lang. Als in, ik reken al volgend weekend. Maar eigenlijk is het gewoon bijna nog maar een week. Een week en twee dagen. Dat is, terwijl voor mijn gevoel is het nog 2 weken. Maar dat is helemaal niet, want we gaan donderdag gewoon al feest vieren, joh. Want bij Milan is de party. Het is mijn feestje, zoals we in de vorige aflevering al gesteed hebben. Ja. Ik op Twitter had het al 3 dagen geleden gesteed, maar dat maakt niet uit. Dat las ik net, ja. Ja, bij Milaning, dat stond er. Ja, Jordi vroeg, waar is het feestje? Nee, volgens mij begon ik met, dan kan de party beginnen trouwens.
bedenk me net. Ja, dat klopt. En toen zei ze, Jordi zei van, waar is dat feestje? En toen zei ik, bij My Landing. Bij My Landing. Bite! Hunter is dood. Bite hem ook wel een flavoring. De bij, de, zei je dat nou echt? Wat ik dacht, ja. Wat je zei. Nice. Ga ik hem vangen? Ja, sure, ik kan proberen. Do be catching him, Sandring. Als Carnivine doet zo van, ik vind in die bal niet Carnivine, dan doe ik zo van, oké. Okay. Then you have pegging. Oh, hij vindt het, hartstikke fine, joh. Heb jij een Snapchat gehad? Oh, ik weet dat we echt een... Voor de andere mensen is dit echt zo van... Huh, hoezo gaan ze ineens over Snapchat? Maar wij hadden het dus een uur geleden ongeveer over... Yo, welke dingen heb je niet gehad? Welke social media platformen? Oh, jezus. Nou, Sander, je was mij ook kwijt, hoor. Oh, ik was jou ook al kwijt. Nee, oké. Okay. Ja. Ja, je was mij ook kwijt. Ik heb al Snapchat gehad, ja. Heb je het nog steeds, of? Nee. Ik heb dat dus ook nooit gehad. Snapping, chatting. Snapchat. Ik snap dat niet. Soms denk ik wel... Yo, wacht even hoor. Kutzooi. Nee, ik wou even deze Magnemite vangen voordat hij me zag. Spoiler, hij heeft me gezien. Yo, altijd maar spoilers. Ik zei toch op tijd spoiler... Ik zeg ook wel eens, hij heeft me gezien. Spoiler alert. Dat werkt niet. Toen zei je, je moet het zeggen voordat je de spoiler doet. Dan zeg maar ik het voordat ik de spoiler doe. Denk dan jij dat ik er iets aan heb als jij het een nanoseconde zegt voordat ik voordat je het gaat zeggen? Denk je dat ik daar iets aan heb dan? Ja. Dan zou ik jouw levenskeuzes even overzien. Dat is misschien een beetje dramatisch. Ja. Ja. Ik ga het doen. Ik ga al mijn keuzes in het leven overwegen. En overleven. Er is wel een andere keuze waar ik iets van wil weten. Maar dat bewaar ik heel even tot na deze aflevering. Wat? Het is helemaal niet spannend. Wegen maar niet te ernstig aan. Het is helemaal niet ernstig of spannend. Alleen ik denk van, ja, dat hoeft niet op de streamingdienst. Ah, nee. Oh, ik dacht even, hij gaat uit. Maar dat was helemaal niet. Ik zat gaat gewoon... naar de club? Op, nee, ik zat op het randje. Want ik was zo'n edgy boy. Naar de disco en naar de pub. Ik was zoals gewoonlijk weer very edgy. Starters. Wow, dat is zo'n type die in Gen 6 is uitgekomen. De edgy type? Nee. Wat een lul. Nee, wat bedoel je? Ik weet oprecht niet wat je anders bedoelt. Wat zei je? Ik zei dat ik zoals gewoonlijk weer very edgy was. Ja, en toen zei je de edgy type. Echt? Zei ik dat? Nee, ja, dat zei je net. Van, bedoel je de edgy type? Ja. Nee, jij zei... ik bedoelde niet de edgy type, Sander. Nee, maar jij zei, dat is zo'n type die in Gen 6 is uitgekomen. Ja, maar zeg het nog eens tegen jezelf wat je zei. Hè? Je zei very edgy. Dus geen edgy, maar... Oh, jezus. Wow, je bent zo lastige jongen. Dat is niet... Nee, ik had het echt... Jij denkt niet dat ik aan het kutten ben, maar ik had het echt niet door. Ja, dat vind ik eigenlijk nog veel erger. Oh. Volgens mij heb ik alle items echt wel gehad, want ik ben nu voor de derde keer alles lekker overheen. Aan het rondlopen. Sander, heb je de Genius gezien gisteren? Ja. Oh, ik ben echt zo blij dat Annemaya er nog in zit. Ik vind Annemaya op dit moment echt het leukst. Ik ook, ben voor Annemaya. En ik ben ook heel erg blij dat Firi eruit is. Ja, ik ook. Oh nee, die is er niet uit. Nee, Nushka was eruit, toch? Nee, Nushka en niet. Nelke. Nee, Nelke, oh ja. Ja, ik hoopte dat Feride eruit was, ja, dat was het. Maar Feride ging tegen Nelke en toen... Ja. Won Feride. Helaas.
Maar ja, dat snapte ik dus ook niet, hè. Dat snapte ik oprecht niet. Ik bedoel, ik... Die Faride is fucking slim. En fucking de hele tijd iedereen aan het opstoken. Mm-hmm. En mensen gaan nog steeds met haar mee. En, ja, maar dat is gewoon om Nelke, een dagje te redden. Ja, maar Nelke, die is echt als een silent person is die gewoon door aan het gaan. En ook dat kan natuurlijk op een gegeven moment gevaarlijk zijn. Maar waarom zou je Nelke naaien? Ik snapte dat oprecht niet. Ik snapte niet waarom er niemand was die zei van... Yo, wij gaan even die Faride naaien, want... Die gaat ons iets te goed. Die is iets te slim. Ook voor het eigen hachje, denk ik. Van? Want Faride verloor het, de main game, hè? Ja, dat is waar. Maar dat komt puur omdat Nushka wel zoiets had. Zo van, oké, Faride is een beetje eng aan het worden samen met Thomas. Dus... Thomas of Anna Maya mag winnen van mij. Ja, ik... Ik was dus eerst voor Thomas, maar dat was vooral ook omdat hij samen met Fabian deed. Maar toen ging hij ook Fabian een beetje backstabben. Mm-hmm. Dat ik dacht, hè? Nu deed Fabian ook wel een beetje rare dingen, vond ik, op een gegeven moment. Klopt, dat is wel waar. Hij maakte het zichzelf niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Maar dat deed Rick ook niet. Rick heeft het ook voor zichzelf verneukt. Dat komt omdat hij wou dat tweede potje te graag winnen. En daardoor is hij wel met een winst op zak gegaan. Maar ik denk dat hij zo'n hoe heet het? Zo'n ding als wat ze gisteren hadden, zo'n opdracht, dat hij die ook wel had kunnen winnen. Met gewoon slim nadenken, zonder allemaal mensen te naaien. En dat deed hij de tweede aflevering. Moest die mensen wel een beetje heel erg gaan, niet per se naaien, maar wel gewoon ja, net een beetje shady spelen. Ja. Op tenen dus. Klops. Ja, zo'n pinguïn, ja. Kijk jij ook die 4-way lock? Ik heb de eerste 12 afleveringen gezien, denk ik. Er zitten nu op 17 of zo. Sander, ik zie een nieuw teamgenootje. Oh, welk is het? Het is zo'n Living with Bro. Hè, wat? Growlithe. Oh! Living the Grow. Ik verstond oprecht niet. Ik denk al, what the freak? Jij dacht, what the freaking? Ja, ik zat te denken, welke rock daar bedoelde die, maar ik kon er echt niks van maken. Yo, level 43! Nou, dat is wel... Ik ga gewoon mijn team vangen, denk ik. In plaats van trainen. Ja, dat is op zich wel een manier. Oh, ik moet zo erg mijn best doen om die Will-O-Wisps dus niet te pakken. Want ik zie ze dan. Dan wil ik er hazen toe lopen en dan denk ik... Oh, niet doen, Sander. Dat. Ken je dat? En toen deed je het toch? Nee, dit keer niet. De vorige keer wel. Maar het is gewoon, als je dat dan zo ziet... Dan is je impuls zeg gewoon van... Yo, pak het. Maar Sander, even iets anders. Hè. Hoe episch is het dat wij een ding hebben? Een sponsor? Nee. Een giveaway? Ook. Een midnight release hebben. Ja, heel ziek. Oh. Dat vind ik echt wel, heel leuk. Ja, ik ook. Dat wordt echt een feest. Ik moet alleen nog wel even uitrekenen tot hoe laat we dan moeten streamen. Of tot wanneer we dan moeten streamen. 60? Ja, als we midnight uur beginnen. Ja, we moeten hem ophalen. We beginnen om 1 uur. Dan 1 uur zondagmiddag. Je bent zo snel, die. Ja, maar dat is gewoon 2 dagen plus 12 uur, zeg maar. Wow. 60 uur. Ja. Dus het kan niet van 1 uur afwijken, sowieso al. Freaking. Het kan sowieso al niet van 1 uur afwijken. En toen moest ik alleen nog eventjes... Terwijl ik 1 uur zei, kon ik nadenken... Dat het 's middags was op de zondag. Nee, niet teleport! Hij deed toch. Ik
Ik wou een fanging. Maar waarom fanging je me dan niet? Omdat ik dom deed. Als ik nou eentje al sta... Oh, dat maakt voor deze helemaal niks Ajibe uit. Ajibe style. Dat is Japans, of niet? Ja. Sorry. Waarom? Waar kun je dus leren om goede grappen te maken? Want tot nu toe maak ik dus alleen maar van die slechte. Dat heb ik in de gaten, ja. Ja, dat dacht ik al, dat je dat in de gaten hebt. Hex, kill Mirko niet. Dan ga ik zo'n great balling doen. Dat is zo'n bal. Maar dan dus zeg maar niet poken, maar great. Oeh, dat is wel great. Ja, de exactly my fatsing. Dat is Engels namelijk. Jouw fatsing? Ik wil niet haten. Maar je weet dat deze aflevering echt al een half uur duurt. Ik zit wel midden in een battle, inderdaad. Dus het is niet, misschien niet heel erg handig om nu te zeggen van yo, stop ermee. Ja, nee, nu gaan we ook stoppen. nee, maar je hebt gelijk. Laten we de aflevering zo. Als jij, zeg maar als je klaar bent, ja, met je battle. Ja. Even zo'n strong style absorb op deze dusclops. Want ik moest de dusclops ook vangen, volgens mij. Ja, je moet hem vangen. Dat was ik net aan het lezen. Ik dacht van, waarom kan ik niet verder? Maar dus ja, dat dacht ik eerst ook. Maar ik was zo'n slimpie en ik ging gewoon. Ik zag een tokenprie. Tokenprie? Oh, die heb ik niet. Oh, misschien omdat het bij mij nacht is. Oh, het moet natuurlijk ook nacht zijn, godverdomme. Nevermind de nacht. Laat ik eerst die gast vinden die camp kan bouwen, maar... Ik weet niet waar die gast is van die camp. Die moet hier toch gewoon op deze open plek zijn? Ik weet niet of die al er is, als het ware. Jorich ought to still be somewhere. If you find him, please tell him to come back here already. Dan zal hij wel ergens anders deze map staan. Ja, ik weet niet of die er al is, zeg maar. Want volgens mij moet je gewoon bepaalde quests doen voordat je dat mag doen, zeg maar. Zou je wat ik bedoel? Onduidelijk uit. Ja, ik snapte wat je bedoelde. Maar ik ben natuurlijk ook wel zo'n slimpie. Ja, oké. Dat helpt natuurlijk wel om jou te snappen. Moet je wel zo'n slimpie zijn. Ja, ben ik echt zo erg? Nee. Je maakt maar een grapje, Sander. Oh, ik ben trouwens out of battle. Wacht even, laat me heel eventjes door al die Pokémon niet gezien worden. Dan kan ik even naar de camp. Heel even maar, hoor. Nou, het werkt niet. Ik heb het gevoel dat we alleen maar meer Pokémon me zien, joh. Sorry. Nee, je hoeft geen sorry te zeggen. Ik maak gewoon een grabje niet. Nou, waarom deed ik dit? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Ja, nu moet ik vechten met die... Dat we allebei buiten die pony daar nog geen shiny zijn tegengekomen. Ik ben überhaupt nog geen shiny tegengekomen. Je hebt de Ponyta questing nog niet gedaan. Jij bent nog geen Ponyta master. Nee. Hoezo ben ik niet out of reach? I'm out of touch. Reach, bedoel ik. I'm out of touch. Ik ben bijna dit die verkeerd. Oké. Sluit de aflevering maar even. Afleveringering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En ga zeker even naar Sander's kanaal, want die heeft een cool kanaaltje. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Joep.